Ja, dames en heren, vandaag hebben wij weer een speltip jullie te bieden. Nou, arme Linkel. Wat zei ik nou, joh? Ja. Daar moeten we wat aan doen, hoor. Linkel is namelijk dakloos. Dus wij zijn nu in Hateno. Vlakbij de Mayam Agana. Als ik het goed heb. Ja. Tempel. En die kaart snapt dat nog steeds niet, want die zegt Link. Nee, Linkel. Waar zegt hij Link? Link. Oh ja, ja. Neemt die kaart heet beetje... de Linkel, hoor. Nee. Ik denk dat die kaart een beetje naar boven is. Ik ga even braaf over de brug. Dus dit is rechts van de Mayam Agana tempel staat een huisje. Links. Dat is toch rechts? Moet je maar gaan zien, bestaat daar, dit is toch rechts? Nou, links of rechts van de Mayam Agana tempel. Want wij hebben die volgens dus... mij links en volgens Jenny rechts. Kijk, het zou zeggen, je kan de Mayam Agana tempel zien vanaf het huis. Maar we hebben hier een huis. We hebben hier een huis. Zullen we alvast naar binnen gaan? Nee, nee, het is niet van mij. Volgens mij was het vroeger van mij, maar eigenlijk van mijn vader, maar... Nou, ik... Hé, die meneer die staat te niksen. Zullen we daar eens mee praten? Dit is Bolson. En Bolson is overduidelijk homoseksueel. Ja. Maakt ons dat uit? Helemaal niet. Nee. Voor de duidelijkheid, mijn allerbeste vriend is homoseksueel. Dus ik heb er echt helemaal niks tegen. Nou, wat doe je daar? Zoals je ziet, breek ik het huis af. Ja, hebben jullie dat? Vast wel. De dorpelingen vonden dat het gesloten moet worden. Dus Linkel denkt bij zichzelf, ik ben dakloos, dus ik koop het wel. Ja. Ik denk dat hij niet helemaal lekker is. Het is een mis met die jongen. Het is toch al verduidelijk een meisje. Maar ach joh. Zo is hij geprogrammeerd hoor, jongens. Nou, dat is onmogelijk. Ja. Het kan wel, maar... Nu heb ik al... Hallo, één moment. Hij moet eerst even zijn zegje doen tegen Bolson en Carson. Hudson en Carson. Je weet al, Hudson. Van de Hudson, Ruby. Nou, nu heb ik al... Hout. Heel veel hout. ...71 brandhout. En ik heb genoeg roepies, maar ik wil jullie het even leren. Hoe je hout hakt is simpel. Ga naar een boom. Pak een bijl of een zwaard. En hak. Als de boom op de grond ligt, hak je er nog een keer op en krijg je brandhout. Meestal maar één, dit keer toevallig twee. Ja, en bij de Rito-stal... Heb je een heel grote opslag van brandhout? Als je daar een bijl hebt. Heb je hier bijlert, al het reismedaillon? Ik heb hier al het reismedaillon, ja. Leg je hier in de achtertuin even het reismedaillon neer. En ga je eventjes bij de rietoestal kijken. Of ligt dat er niet meer? Dat ligt er niet meer, dat heb ik al. Oh, omdat jij. Ja. Ja.
Maar bij de Rita-stal heb je dus een heel grote verzameling aan hout liggen. Als je daar 1-2 keer op hakt, krijg je acuut heel veel hout. Nou, nu gaan we weer met Bolson praten. Ik betaal. Dat haalt zij uit haar broekzak. 30 stapels hout. Stop de hand in de broekzak. Kom terug, zo gauw je het bedrag bij elkaar hebt gespaard. Nou, dan wacht je even tot je weer praten ziet staan. Hij denkt nu dat er tijd is, tijd is overheen gegaan. Dat is hij natuurlijk niet. Ja. Natuurlijk. Lincoln is goed opgevoed. Nou, Hudson van Hudson's Bay, Hudson Rivier, of de Hudson van Zelda, daar moet je even mee praten. En dat wordt een vriend van je later, want hij is de eigenaar van Tarrytown. En Tarrytown ga ik in een ander filmpje voor jullie doen. Ja. En wordt Tarrytown een... speltip of een tempelgids? Een speltip. Oh, want de tempel, daar hoef je niet Tarrytown, de quest van Tarrytown voor te doen. Nee, die staat openbaar. Nu gaat Hudson's Bay gaat er van tussen. Want heeft hij trouwens een hoog hoofd. Echt serieus. Ja. Hij heeft een heel hoog hoofd. Een waterhoofd. Dat is niet gezond. Of het is zo'n aardappelkapsel wat je dan zo hebt dat het dan zo valt. Ja. Dat kan ook nog. Dat het echt heel hoog. Dat het heel hoog is opgestoken. Nou. Nu hebben we het huis gekocht, maar... wat nu? We gaan even naar binnen. Het is nog een beetje leeg, vind je niet? Alleen die wapenstandaard. Daar gooi ik even... mijn meesterbijl. Wat nu? Nou, heb je nog roepies over nadat je gespaard hebt voor 3000? En waar je dat kan doen is op verschillende plekken. Heb je amiibo's? Kun je amiibo'en tot je genoeg hebt en genoeg dingen om te verkopen, zoals ik? Of je gaat jagen voor stukken vlees. Bijvoorbeeld het Wild XL... en het XXL met Wild XL. Dan maak je daar gerechten mee. En die kun je dan weer verkopen bij Beedle, bij Winkels, voor roepies. Eeuwenoude materialen kun je verkopen. Geavanceerde materialen, sorry. Kleding die je dubbel hebt kun je verkopen als je amiibo't. De geavanceerde materialen zou ik bewaren totdat je ja. Robbie hebt. Ja, maar in ieder geval, dat zou je kunnen doen. Ja. Sterfragmenten kun je verkopen. Monsterdelen kun je verkopen. Je kan alles verkopen in je inventaris, behalve je wapens. En je schilden, maar...
En alles bij het sterretje hier. Dus je chique steen, je zweefzeil, je korokzaadjes, je zadels. Maar voor de rest kun je alles verkopen en dan krijg je, daar krijg je roepies voor. Nou, dan ga je met Bolson praten. Hallo. Zomaar drinken onder je filmpje. Ze zijn aan het lezen. Nou, nu ga je weer met Bolson praten en druk je maak iets voor me. Ik doe aan een uitrustingstandaard. Een wapenstandaard. En dan ga je hem betalen. Nu gaat hij iets grappigs zeggen. In het Engels zijn ze grappiger, maar... Nou, deze is dan niet zo grappig, maar... dit klinkt altijd zo grappig. Zijn ze weer. Nou, nu moet je wachten tot Bolson weer is gaan zitten. En ook echt is gaan zitten, anders vindt hij veel grote spraakwaterval. Nou, ik denk dat jullie wel begrijpen wat er gebeuren moet, hè? En je kan alles achter elkaar laten bouwen en dan elke keer wachten totdat hij weer is gaan zitten. Of je kan even rondjes gaan. Als je op rent, je geld op is, weer wat gaan doen in het spel. En dan als je weer geld hebt, weer terugkomen om weer dingen te laten bouwen. Precies. Nou, dan gaan we nu even totdat Bolson weer gaat zitten. Schiet op. Gaan we even naar binnen. Nou, je ziet het eigenlijk al. Er hangen meer wapenstandaarden. Dan breng ik even mijn vuurzwaard weg. En ik denk... die maar, hè. Met your stuff. Dus ik zoveel vuurwapens... letterlijk. Het is lekker warm hier dan. En als je de titanen hebt gedaan en je hebt wapens van de tribune, dan kun je die. Dan ga ik die daar hangen, ja, dat weet ik zeker. Nou, dan gaan we weer. Een uitrustingsstandaard doen we. Nou. Doe een boogstandaard. Over de standaarden. Als je het op je rug hebt, kun je het ophangen. Ja. Zo simpel is het. Als ze nog niet vol zijn, hè? Deze zijn iets minder grappig dan in het Engels. Dan heb je echt spreukjes. Every nail could fail, so don't let your hammer stammer. If I pull the saw, then don't push it.
Nou, nu hebben we een boog. Standaard. Zullen we ook nog even snel een schildstandaard laten zien en dan vind ik het goed. Ben je mee eens? Ik denk dat ze nu wel snappen wat er aan de hand, wat er gebeuren moet. Ja, en je kan ook nog meubels laten maken voor Link. Als je hem helemaal klaar heeft, heeft hij ook een keukentje en een bed. En waar je trouwens niet kan koken. Ja, koken moet je buiten doen. Ik heb wel een keuken binnen, maar koken moet je buiten doen. En een tafeltje in die ruimte waar al die wapendingen hangen. Ja, precies. En een bed boven, wat je kunt gebruiken om te slapen. Ja. Want het is je eigen bed. Ja. Hoeft hij niet meer in stallen en in hotels te slapen. Ja. Scheelt weer in de kosten. Hè, Winkel? Ik probeer op mijn indruk te maken en dan pas op de klant. Kijk, die is grappig. Hey, misschien maakt Carson liever indruk op dit mooie meisje. Op dit lieve kleine meisje dan op Bolson. Mm-hmm. Nou, dan zullen we nog even laten zien. Zo. Nou, dan ga ik nu weer een schild omhangen. Een boog omhangen. Oh, je ziet er. Kijk, wat er gebeurt er nou? Oh, mooi schild. Ja. Dat is ook een modificatie van het spel. Normaal gesproken ziet het schild er zo uit. Ah. Maar omdat de Lincoln mensen vonden dat dat schild wat te groot is voor dit kleine, lieve, snoepige meisje. Met een enorme hamer. Huh? Ja. Hebben ze dit schildje ervan gemaakt. Dus die kunnen we eigenlijk, terwijl we er twee, mooi ophangen. Ja. Nou, dan gaan we nu het afmaken. Oh. Hallo. We gaan een boom planten. Dan heb je een bouwvakker voor nodig. Dan heb je een bouwvakker voor nodig. Een boom planten. Gaat je graven een boompje erin? Nee. Hier heb je allicht een hoofdmier nodig. Maar daar heb je gewoon een bouwvakker nodig. Homoseksuele bouwvakker. Dus misschien is die ook wel binnen- en buitenhuis architect. Gaan ze nog een keer. Datje. Heel veel moeite van je boompie. En hakken en doen. Dat is echt niet goed. Hè. Nee, het zijn er vier. Maar net zei je moet de boom planten. Je moet hem niet ommaken. Dus ze hebben ze hem eerst ergens omgehakt om hem bij jou te planten. Dan gaat hij gek reageren. Ja. Nee, ze gaat niet meer uithouden, hoor. Je hoort er, je ziet even niks en dan. Nou, nu ben je dus, je eigen droomhuis is klaar. Hier staat ook werkelijk Master Link. Wat eronder staat, weet ik niet. Dat moet ik nog een keertje vertalen. Ja, er is er maar een vertaalschermpje voor. Dat zal ik op ons blog neerzetten. Dat is wel leuk. Kijk, daar heb je een tafel. En... Oh, met een broodtrommeltje erop. Een kannetje. Ja, of iets met boter. Dus... Oh,
potjes, een keukentje. Kijk maar. Waar je niet kunt koken. Een kast. Een sleutel. Een sleutelrekje of een kapstok. Ja, oh ja, kapstokken. Kaars, foto's. Nog meer foto's. En hier hadden dus eigenlijk eerst de foto's gestaan van Link's gezin, van Link's familie. Ja. Maar dat hebben ze eruit geknipt. Het bed, een kastje met een bloemetje erop, een krukje, lampjes. Een tafeltje. Een bureautje inderdaad. Dit is dus Linkels huis. En met de uitbreiding, als je de allerlaatste herinnering hebt, die ik nog nooit heb, die ik wel heb gezien, maar nog nooit heb gehaald, omdat die achter die irritante monnik zit. Oh, die. Ja, nee. Krijg je een foto van de vier kampioenen en jij, uitverkorenen. Ah. En prinses Zelda. Helaas. Nou, dan heeft Linkel een huis. Dus wat doen we dan? Even een portret maken bij de huis. Doeg, Linkel! Nee, Linkel!